Hallo appels en peren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Epic Mickey 2. Vorige keer zat ik een beetje vast, maar na een klein beetje goochelen en na een klein beetje uitzoeken van de map ben ik verder gekomen in het ondergrondse stukje. Na het intro. Oh. Oké, people, let's go to work. Zo. Oké. Wat is dit? Ik moet de generator verplaatsen. En waar zouden we die verplaatsen dan? Oh, die kunnen we nog meenemen. We kunnen hem naar de overkant meenemen, zie ik. En misschien moet ik hem wel verder meenemen. Ik zal hem eens hierop zetten, zo. Wacht even, voordat we dat gaan doen. Ga ik eerst even die bordjes weer kapot maken. Zo. Maar ik heb nog niet echt een level gevonden. Dus dit hoort eigenlijk bij het... Ja, het grote level, zeg maar. Dus de wereld waar we in zitten, de mapkaart. Zo, en terwijl ik hierop zit, zo. Oké, hoe gaan we dit oplossen, jongens? Oh jee. Hoe gaan we dit oplossen? Even kijken hoor, hier zit een hekje. En wat is dit voor iets? Wat is dit? Ik weet echt niet wat dat is, joh. Oké. Kunnen we springen met dat ding? Volgens mij niet. We kunnen hem alleen schuiven. Dus hoe gaan we in godsnaam dat doen? Want je moet hier jumpen, zie ik. Oké, er staat wel een mannetje. Waarom gaat hij nu eens weg? Oké, dit is een puzzeltje. Even kijken hoor, jongens. Oh! Zo, die halen we hier naartoe. Nee, dames en heren, dit is een hele kleine update video over de serie Epic Mickey 2 die ik aan het doen ben. Ik ga de serie... Sorry, ik kom gewoon niet uit mijn woorden omdat ik gewoon helemaal depressief ben geworden van Epic Mickey 2. De game is echt, echt zwaar stom. Echt geen aanrader. Ik had echt veel meer gehoopt toen ik de demo speelde. Het is een game die ik niet echt aanraad aan jullie en daarom wil ik hem ook gewoon niet verder spelen op mijn kanaal. Het is gewoon echt geen goede game. En ik doe liever mijn tijd besteden aan een betere game dan dat ik Epic Mickey 2 speel. Ik vind het zonde van mijn geld dat ik dit gewoon besteed heb aan Epic Mickey 2. En ook de tijd die ik in deze game heb gestoken. Het was wel tof om eventjes kort te zien wat deze game inhield. Had een aantal leuke grappen, had een aantal leuke dingen. Gameplay was wel aardig, maar ontzettend, ontzettend puzzelen. En zeker niet de moeite waard om hier tijd in te steken. Dus ik heb zoiets van, ik kan wel echt 10 uur zitten aan een puzzel of 10 uur besteden aan zo'n klein stukje dat ik verder ben in de game. Maar ik heb er geen geduld voor en ik ga de game dus niet verder spelen. Ik hoop dan wel dat jullie hebben genoten van het eindresultaat, dus wat ik wel heb opgenomen, dat dat een beetje leuk is. En daarom stop ik de serie dus nu. En zijn er nog genoeg andere series op mijn kanaal die ik gewoon verder doe. Zoals natuurlijk Vrachtwagenchauffeur Vincent. We hebben nog de Survival met Roby en mij. We hebben nog... even denken, wat hebben we nog meer? Ik heb gewoon een lijstje hier natuurlijk. Ik heb Disneycraft. Ik heb nog Vincent gaat tekenen. We hebben nog de Bioshock. Maar die ga ik waarschijnlijk ook stoppen. We hebben nog de Alan Wake natuurlijk, de Rollercoaster Tycoon. Kortom, we hebben nog ontzettend leuke series en er komen nog ontzettend leuke series aan in de toekomst. Dus mensen, bedankt voor deze update video. Het spijt me serieus voor de mensen die wel deze serie leuk vonden. Maar ik raad het niet aan, ook als je fan bent van het kijken van deze serie, stop er gewoon mee. En kijk anders even op internet voor andere walkthroughs als je benieuwd bent naar de andere levels. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot ziens!